Goedemiddag, u kijkt naar het Weerplaza Weerjournaal. Een frontale zone dat reikt vanaf het zuiden van Frankrijk tot aan Scandinavië zorgt bij ons met name in de oostelijke helft van het land voor regen. Op dit moment schuift de frontale zone naar het oosten weg en komen er vanuit het zuidwesten opklaring ons land binnen en daarmee wordt het automatisch op de meeste plaatsen ook droog. Wanneer ik de verwachting in beweging zet, is te zien dat die frontale zon inderdaad naar het oosten opschuift en dat de opklaring onze kant op komen... Maar lage druk boven de Britse eilanden en hoge druk bij de Azoren zorgt ervoor dat we in een westelijke tot noordwestelijke stroming terechtkomen en daarmee wordt er ook een koelere lucht onze kant op gevoerd. Ook is te zien dat de lijnen van gelijke druk wat dichter bij elkaar liggen in onze omgeving, waardoor met name morgen de wind flink zal gaan aantrekken. Vanavond wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog en klaart het vanuit het westen ook op steeds meer plaatsen op. Het is nog wel zacht met zo temperaturen rond 11 graden en de wind die is daarbij meest zwak tot matig van kracht en komt dan uit westelijke richting. Komende nacht zijn er opklaringen: lokaal ontstaat nevel of lage bewolking. Het is vrijwel overal droog, en de minima die komen uit op waarden zo tussen 5 en 7 graden. Morgen trekt er dan uiteindelijk in de loop van de middag een zone met neerslag van west naar oost over het land. Dit zal voornamelijk buien geregen zijn. En heel misschien dat er in het noordwesten van het land ook een kans op een enkel klapje onweer. De temperaturen morgen weer iets lager dan vandaag met maximaal zo tussen 11 en 13 graden. En vooral de wind die uit het zuidwesten die is morgen stevig en is matig tot vrij krachtig boven land. Windkracht 5 en aan zee krachtig of zelfs misschien zelfs al eventjes hard. Windkracht 6 of 7 en met daarbij lokaal kans op zware windstoten. De komende dagen en met name donderdag en vrijdag doet de temperatuur nog verder een stapje terug. Met donderdag veel buien, lokaal ook felle buien met hagel en misschien ook wel een klap onweer. De maxima dan rond een 9 of 10 graden. Vrijdag herstelt de temperatuur zich weer iets, maar zijn we nog steeds niet van de buien af. Met dan 11 en 12 graden als maximum temperatuur. De wind die draait dan weer iets terug naar het zuidwesten en is minder stevig dan bijvoorbeeld morgen... Zaterdag gaat het dan alweer een stukje beter worden. Wel komen er nog een aantal buien voor. De wind draait in de loop van de dag naar het zuiden en het wordt iets droger. De temperatuur loopt daarbij alweer wat verder op naar 13 of 14 graden. Op de lange termijn lijkt de temperatuur zich iets meer te gaan herstellen, met de hoogste waarde op komende maandag en dinsdag. Misschien dat het op sommige plaatsen dan wel 15 graden wordt of meer. Het blijft wel wisselvallig, met zo nu en dan wat regen en ook bewolking. Vrijwel elke dag is er wel wat ruimte voor de zon. Heel veel verandering in het weerbeeld zit er dus niet in, behalve dat de temperatuur in de loop van volgende week wat gaat oplopen. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.